Het is onmogelijk om de toekomst met grote nauwkeurigheid te voorspellen, viel te lezen in de Kamerbrief van afgelopen 8 september. Dat vond ik een passende zin bij de voorbereiding op dit notaoverleg. Daarom zal ik aan de hand van een aantal onderwerpen waarvan wij vinden dat ze betrekking hebben op de toekomstverkenning van het vervolgonderwijs daar diep op ingaan. Allereerst wil ik aandacht besteden aan de onderwijskwaliteit. Het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren in een slechte toestand gaan verkeren. Een derde van alle scholieren die naar het vervolgonderwijs gaan is semi-analfabeet en in sommige gebieden is dat zelfs de helft. Dat is betreurenswaardig, voorzitter, en dat zodat men met een eigenlijk sociale handicap zich moet gaan ontplooien. Daarnaast is er sprake van een aantal onderwijsvernieuwingen en de nadruk op randzaken in plaats van op basisvaardigheden, waardoor de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat. Dat werd onder andere ook aangedragen bij het geweldig nuttige ronde tafelgesprek over het mbo van afgelopen woensdag, voorzitter. Ik zal verder ook niet meer op het mbo ingaan, omdat wij morgen een commissiedebat daarover hebben. En ik hoop u allen, of de meesten, daar ook te zien. Hoe kijkt de minister aan tegen deze terechte zorgen vanuit in dit geval het mbo? En, voorzitter, in hoeverre spelen deze zaken in het hbo en in het wetenschappelijk onderwijs? Voorzitter, dan de internationalisering. Nederlandse studenten en hun ouders betalen belasting en mogen dus in Nederland kwalitatief goed onderwijs verwachten. Afgelopen 8 februari viel te lezen bij Universiteiten van Nederland dat universiteiten het aandeel volledig Engelstalige bacheloropleidingen met bijna een derde terugbrengt. Zo wordt volgens interimvoorzitter van UNL, Jouke de Vries, hiermee een serieuze stap gezet in een betere balans tussen internationalisering in het onderwijs en ook de studentinstroom. Wat ons betreft, natuurlijk een stap in de goede richting. Wel zou ik graag nog van de minister willen weten of er ook gekeken is naar een beperking in de actieve werving van studenten uit het buitenland. En onze eigen taal moet natuurlijk op één blijven staan. Maar in hoeverre is de minister tevreden met de uitvoering van onder andere de motie Hertzberger van een tijd geleden? En vindt de minister dat de uitvoering van de zogeheten zelfregieplannen door de hogescholen en universiteiten, wat vindt de minister daarvan? Dan het laatste onderwerp, voorzitter, de academische... Meneer Blauw, voordat u eraan begint, de vraag van de heer Paten. Voorzitter, terecht dat de heer Blauw aandacht vraagt voor de internationaliseringsplannen die de universiteiten bekend hebben gemaakt. En hij stelt een aantal vragen aan de minister. Ik zou ook wel benieuwd zijn wat de PVV vindt van die plannen. Meneer Blauw. Ja, dank u, voorzitter. Het is geen geheim dat ook de vorige onderwijswoordvoerder het positief signaal vond dat ook de minister werk maakt van wat de universiteiten van Nederland ook al doen, namelijk een betere balans brengen tussen internationalisering en de studentinstroom. Ik bedoel, onderwijskwaliteit is natuurlijk gebaat bij directere begeleiding, niet met grotere klassen of vollere collegezalen. Geef ik daarmee, volgens mij heb ik daarmee antwoord gegeven op uw vraag. Meneer Paternotte, wilt u hem gewoon? Ja, meneer Paternotte. Dus ik mag concluderen dat het idee van streven naar een derde minder volledig Engelstalige bachelors, dat de PVV zegt, dat vinden we eigenlijk wel een goed plan. En dat hoeft van ons ook niet verder te gaan. Meneer Blauw. Dank u wel, voorzitter. In mijn betoog noem ik het duidelijk een stap in de goede richting. Kijk, wij zien het liefst dat de bacheloropleiding per definitie in het Nederlands wordt gegeven. Mocht er behoefte zijn aan Engelstalige varianten, dan zou dat kunnen. Meneer Paten. Ik tel gewoon zegeningen, voorzitter. De PVV, de vorige woordvoerder, die wilde volgens mij gewoon alle Engelstalige bachelors afschaffen. Het feit dat hier wordt gezegd, als er behoefte is aan Engelstalig onderwijs, we weten uit de keuze van studenten, die is er, staat de PVV daarvoor open. Ja, dat is een hele mooie beweging, een goede move. Ja, meneer Blauw, is geen vraag, mag erop reageren en vervolgt u dan uw betoog. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een korte reactie. Dan moet de heer Paternotte toch nog een inbreng van mijn voorganger teruglezen, waarin hij duidelijk zegt dat
de Nederlandstalige bachelor leidend moet zijn. En dat bij uitzonderingen er een Engelstalige variant aan kan worden toegevoegd. Dan is dat maar duidelijk. U vervolgt uw betoog, meneer Blauw. Nou ja, op hetzelfde punt, kijk, de PVV ken niet per se als een partij die alleen maar opkomt voor de Randstad. Dus ik ben benieuwd hoe de PVV aankijkt tegen alle zorgen uit de regio. Of het nou Limburg is, Friesland, Zeeland. Die zeggen pas nou op met te radicale maatregelen. Anders hebben we een groot probleem hier met onze hele leefbaarheid. En hoe kijkt de PVV er tegenaan? Ja, de heer Blauw. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het altijd een beetje vreemd om te spreken over de regio. Ik kom zelf dan uit Groningen. De stad Groningen is een echte studentenstad waar weer andere problemen spelen op het gebied van internationalisering dan bijvoorbeeld in Limburg. Ik heb afgelopen week toevallig een gesprek gehad met een aantal onderwijsbestuurders uit Limburg. Om dan even op uw vraag terug te komen. Even voor de verduidelijking nog een keer. Meneer Stiltje. Nou ja, vanuit bepaalde, inderdaad, de heer heeft gelijk. Het maakt natuurlijk uit per regio, per instelling. Maar sommigen maken zich grote zorgen dat er te veel van bovenaf maatregelen komen die zij niet willen. Ik ben benieuwd of de PVV die zorgen kan wegnemen. De heer Blauw. Ja, dank u, voorzitter. Ja, we hopen natuurlijk die zorgen weg te nemen. Maar dan wil ik toch teruggaan op het antwoord. We moeten niet kijken naar de regio of de Randstad als het gaat om onderwijs. Nee, kijk naar wat onderwijsinstellingen op het gebied van internationalisering. Zien zij zelf die problemen? Wij proberen ze daarmee te begeleiden. Wij zijn natuurlijk zelf vrij kritisch op het gebied van internationalisering. Dus alles wat op het gebied daarvan de revue passeert, ja, daar luisteren wij natuurlijk goed naar. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de onderwijsinstellingen zelf. Nou, tot slot, vervolgvraag. Tot slot dan deze laatste zin, die vind ik hoopvol. Dat de PVV zegt, het ligt ook aan instellingen zelf. Dat biedt in mijn ogen ruimte voor maatwerk. Volgens mij is dat cruciaal. Het is geen vraag van de heer Stiltjes, maar een slotopmerking. En ik geef u het woord, de heer Stiltjes, dan. De heer Dassen, ja, dank, voorzitter. Ik wilde eigenlijk de vraag stellen die de heer Stiltjes als opmerking op het einde maakte. Want had moeten stellen, want inderdaad, ik hoor de PVV en de heer Blauw hier nu pleiten voor maatwerk, voor universiteiten. En ik zou dat heel positief vinden, want dat is precies ook de oproep die veel universiteiten doen. Inderdaad, de Universiteit van Maastricht ligt vlak bij de Belgische grens, bij de Duitse grens, zitten veel internationale studenten, hebben daar ook veel meer ruimte voor dan bijvoorbeeld andere universiteiten. Dus klopt het dat de PVV inderdaad zegt, die zorgen die de verschillende universiteiten hebben, die moeten we serieus nemen, daar moeten we goed naar luisteren. En bijvoorbeeld in het geval van Maastricht moet daar veel meer ruimte zijn, ook voor internationalisering, ten opzichte bijvoorbeeld weer van andere universiteiten. De heer Blauw. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Dassen noemt natuurlijk wel het meest extreme voorbeeld als het gaat om internationalisering. Want hij noemt Maastricht. Nou, als er één stad is die op een drielandenpunt ligt, of dichtbij het drielandenpunt ligt, dan is dat Maastricht. Maar waarom wij vooral kritisch zijn op die internationalisering, is omdat het bleek uit cijfers dat, ik dacht, meer dan 90% van de internationale studenten, die gaat weer terug. Een deel dat blijft om nieuwe internationale studenten te begeleiden. Ja, en dan komen we een beetje in een negatieve spiraal, wil ik bijna zeggen. Dan houdt het zichzelf al in stand. En ik zit hier voor de Nederlandse universiteiten. Ik pleit voor het behouden of het versterken van onze Nederlandse taal op de universiteiten. En dan zie ik die internationale internationalisering, ja, minder toevoegen dan dat de heer Dassen van Volt dat ziet, voorzitter. Meneer Dassen. Ja, voorzitter, was niet helemaal antwoord op mijn vraag. Ik vroeg namelijk inderdaad of de PVV dus pleit voor maatwerk. Maar dan aan de collega Blauw of je daar nog kort antwoord op wilde geven. Maar in een navolging erop, kijk, zeker bij de Universiteit van Maastricht, daar gaan studenten dan inderdaad ook terug naar Duitsland en België, want dat is net over de grens. Maar dat is wel ook de economische ontwikkeling van die hele regio en daarom ook zo ontzettend belangrijk. Dus is heer Blauw het met mij eens dat, ook al gaan studenten vanuit de Universiteit van Maastricht misschien weer terug naar Aken of naar Luik, dat het juist een enorme kracht is voor de
hele ontwikkeling in de regio, waar juist in Limburg zo ook ontzettend naar gesnakt wordt. Ja, meneer Blauw, Maatwerk en Maastricht. Ja, voorzitter. Ja, ik weet niet of ik er nog een aanvulling op kan geven naar aanleiding van mijn vorige antwoord. Limburg is een bijzondere regio als het gaat om onderwijs. En ik denk dat de heer Das en ik elkaar dan kunnen vinden in het feit dat we daar dan wel pragmatisch op kunnen zijn van wat heeft Limburg nodig? En hoe is dat in vergelijking met andere regio's? Want dat, naar mijn mening, lijkt dat minder op elkaar dan bijvoorbeeld de regio Groningen. Of de stad Groningen. Wat ik altijd wil voorkomen is dat dus die internationalisering zover doorslaat dat wij dan voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden dan dat zij in Vlaanderen of Wallonië of in Duitsland daar een even goede opleiding kunnen volgen in plaats van in Nederland.